Breda Nu. Je weet het meteen. De Bredase Zwemvierdaagse wordt ook dit jaar gehouden bij Zwembad Wolfslaar. Na 4 dagen zwemmen kunnen de deelnemers hun welverdiende medaille in ontvangst nemen. Oh ja, is goed. Oh, schatten. Nou, we gaan. Voor de mensen die het niet kennen, wat houdt de Zwemvierdaagse in? Nou, de Zwemvierdaagse is dat de deelnemers die meedoen, die gaan 4 dagen lang zwemmen. En elke dag zwemmen ze dan 250, 500 of een kilometer. En na 4 dagen zwommen te hebben, krijgen ze de medaille. Voor jullie voor nu, zeg maar, heel veel succes de komende 4 dagen. Zet hem op en ga voor die medaille, ja? 3, 2, 1. Waarom vindt u het als wethouder van Breda belangrijk dat er evenementen zoals deze Zwemvierdaagse worden georganiseerd in onze stad? Ja, het is gewoon ontzettend belangrijk, zeg maar, dat kinderen bewegen. En of ze dat nou met het zwemmen doen, of ze dat met het voetballen doen, of ze dat nou met de avondvierdaagse voor het lopen doen. Wat iedereen natuurlijk kent, hè, omdat hij bij school betrokken is. Ja, zo is de Zwemvierdaagse natuurlijk ook een fantastisch initiatief. En ik zeg altijd een beetje gekscherend, wij als ouders, ik heb zelf 3 kinderen... Gaan altijd met onze kinderen naar de zwemles. En dan zeggen we, als je je A en B hebt, zeg maar, dan mag je daarna gaan sporten. Terwijl het eigenlijk heel raar is, want zwemmen is een fantastische sport om te doen. Ja, en als je dan deze kinderen dat water in ziet springen en nou ja, dat enthousiasme waarmee ze die 4 dagen vol gaan maken, ja, dat is gewoon heel goed voor je beweging, maar ook gewoon leuk om te zien. En waarom doen jullie mee aan de zwemvierdaagse? Nou, omdat we dat leuk vinden, zwemmen. Wat is het doel erachter of wat is het initiatief dat jullie deze zwemvierdaagse hebben georganiseerd? Nou, wij proberen met de Zwemvierdaagse zoveel mogelijk vooral kinderen te laten bewegen. En dat op een leuke manier te doen. En dat ze er ook nog iets aan verdienen, dus de medaille. Daarnaast krijgen ze elke dag ook nog een lekker stuk fruit, waardoor een supermarkt verzorgd wordt. En gaat u zelf of gaan uw kinderen zelf ook nog meedoen aan een van deze activiteiten? Zeker, zeker. Mijn kinderen doen sowieso mee aan de familieloop bij de singelloop. Ik ga in ieder geval daar naartoe om als wethouder zeg maar, op te treden. Maar ik moet heel eerlijk bekennen, ik ga niet meelopen met de singelloop. Dat komt omdat ik een blessure aan mijn rug heb. Mijn kinderen en mijn vrouw wel. Dus we dragen ons steentje bij aan die beweging. Ja. Wat willen jullie in de toekomst bereiken met deze zwemvierdaagse? Nou, het lijkt ons fantastisch als het net zo kan groeien als je bij de wandelvierdaagse ziet. Dat in principe gewoon alle kinderen van basisscholen gewoon komen zwemmen, mee komen doen. En misschien ook met een hele klas mee komen doen om lekker sportief bezig te zijn met z'n allen. En hoeveel baans gaan jullie doen? Volgens mij 5. Volgens mij was het 5. Iets van 5, ja. En dan aan het eind van de week de medaille ophalen? Ja. Breda Nu. Je weet het meteen.